Goedemorgen. Goedemorgen. Of is het al bijna middag, Sophia? Sophia nog. Ja, hoe laat is het? Sophia! Hey! Hey! Hola! Hola! Dada! Hola! Oh, ze twijfelt. Ze denkt, nee. Vegas vindt het leuk, hè? Ik vind echt uit zo'n als fotosje moet geven. ADHD-hond. Dit is echt ADHD. Vegas! Dit is crazy. Oké, ik ben heel even terug thuis. Maar ik ga zo naar kantoor vertrekken. Amai, ik heb de hik of zo. Sarah en Louisa verkopen in een winkel Pew Pew allemaal Yankee Candles. Dus we hadden gevraagd om er een paar mee te brengen. Zoals jullie hebben gezien, in mijn favorites heb ik deze hier staan. Die ruikt echt super lekker. En nu had ik voor Autumn nog een. Ik heb het deksel er wel al afgedaan. Maar de Autumn Pearl, die ruikt ook echt heel lekker. Heel fris wel. Ik zou zo willen dat er zo op stond hoe dat daar rook. Bij dingen heb je dat altijd. Bij die kaarsen van Bed & Body Works. Maar hier staat dat niet op. Maar deze ruikt vrouwelijk, een beetje parfumachtig, maar wel zo heel fris. Dus deze heb ik voor de herfst. En dan heb ik ook nog een paar voor de winter. En zoals jullie weten is kerst echt mijn favoriet. Ik heb deze, de Perfect Tree. Ziet er zo uit. En die ruikt naar verse dennenbomen. Echt heel lekker. Echt super lekker. Ja, gewoon naar een dennenbos. Een heel fris, vers dennenbos. Dus kijk, tof. Dan heb ik Christmas Eve. Die had ik vorig jaar ook. Want die had ik toen op Amazon besteld. Die ziet er zo uit. En de pot is zo cute met die kerstman. En deze ruikt naar meer cinnamon-achtig. En zo van die, hoe noemt dat, van die veenbesjes of zo, zoals je bij kerstmis hebt, die rode. Maar ook weer echt kei lekker en ook weer zo wel fris. En dan heb ik nog eentje en dat is de Winter Wonderland. Dit is een van de nieuwere van Yankee Candle. En deze ruikt naar, een beetje naar koekjes, maar ook een mix met munt. En zo lekkere koekjes. Niet zo too much in your face, maar zo heel subtiel.
Maar ja, ruikt echt super lekker. Dus deze heb ik. En dan heeft Sarah ons ook nog zo twee kleintjes gegeven van Christmas Eve. Super schattig. Kunt je dan in zo'n, bijvoorbeeld in zo'n potje branden. Plus, dan heb ik ook nog een dekseltje. Want door dat dekseltje op je Yankee Candle te zetten, gaat dat niet zo in een tunnel branden en gaan die zijkantjes, ik denk dat deze dat wel heeft. Ja, kijk, hier zie je dat. Nou, ik weet niet of je het goed ziet, maar die zijkantjes zijn hoger gebrand. Zie je het? En daardoor gaat dat zo gelijk branden. Dat dan niet zo de zijkanten, dat je die verliest eigenlijk. Dus ga ik er al direct op zetten. En ze verkopen dat dus echt in hun winkel in Hasselt. In Hasselt heb je dus de Pew Pew winkel. En daar hebben zij nu sinds kort echt een Yankee Candle kast. Met allemaal Yankee Candles. En ook zo die accessoiretjes. Dus dat is wel heel tof. Ik heb normaal nog ergens zo'n dekseltje, maar ik weet echt niet waar. Ik denk ergens bij mijn kerstspullen. En de medium kost 24,75 denk ik. En de grote 29,75. Tadaa, zo ziet dat eruit met het dekseltje erop. Super schattig. Oké, nu ga ik snel naar kantoor vertrekken. En daarna heb ik ook nog LPG bij mijn zoon Charlotte. Dus eerst kantoor, dan LPG. Vinden jullie de kaarsen mooi, schatjes? Ja. Milky. Je kijkt zo sip. Schat. Cuties. Ja, het is de volgende dag al. Ik ga heel even de muziek afzetten. En vandaag is de dag van mijn housewarming. Woehoe. Dus al mijn vrienden en zo komen. En nou, hebben we housewarming, hè. Ik heb het hier kei gezellig gemaakt. Tada. Ik hoop dat iedereen kan zitten. Ik heb trouwens die lampjes hier hangen. Update. En dit is mijn outfit. Ik heb een mom jeans aan van Gina Tricot. Mijn riem is H&M. Mijn body is totally too. Mijn golfje is ook totally too. Dus dat is de outfit of the night. Ondertussen 2 dagen na de housewarming en ik ben de vlog aan het editen nu. De housewarming was een groot succes. Het was echt super leuk geweest. Echt heel tof. Ik denk dat ik rond 3 uur in mijn bed lag, dus het was wel echt leuk. Muffin. Muffin is mij aan het aaien aan mijn rug. Hey. Dus het was echt wel de moeite geweest. Ik was heel blij dat iedereen er was en ja, heel dankbaar voor al de vrienden die zijn gekomen en zo. En ook cadeautjes had ik gekregen van iedereen en ik had nog gezegd tegen kei veel mensen van ik wil niks hebben, neem niks mee, want ik heb alles wat dat ik wil. Maar toch had ik nog cadeautjes gekregen en cadeaubonnen en zo. Dat was kei lief, dat hadden ze echt niet moeten doen, maar dat is wel super lief. En dan tegen
een uur of één of zo, ik weet het niet. Zoiets denk ik, maar dan zijn er nog vrienden gekomen van Laurens. Die hun dance moves, heb je daarnet denk ik gezien, die konden zo goed dansen. Shit man, die konden echt zo ongelooflijk goed dansen, dus dat was wel cool. Maar het was echt heel fijn geweest, heel fijn. Hopelijk vonden jullie deze vlog ook leuk, dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer.